Ik zet Ajax en Feyenoord in de Premier League en neem ze voor 10 seizoenen over om te kijken welke club de meeste trofeeën kan winnen. Deze twee clubs zijn al meer dan 100 jaar rivalen. En de klassieker is bekend over de hele wereld. Maar vandaag verhuizen we de klassieker naar Engeland. En om te beslissen welk team we als eerste gaan coachen, heb ik hier dit wiel. Dus ik ben heel benieuwd welke club we als eerste gaan coachen. We beginnen met... dit is heel spannend. Maar het is Feyenoord. En daarna gaan we het met Ajax eens proberen te overtreffen. Club nummer 1. En natuurlijk ben ik de manager. Dit is het team wat ik moet gaan doen. En er is één regel deze video. En dat is dat we maar één transfer per seizoen mogen maken. En met een budget van 57 miljoen wordt dat best wel lastig. Vooral als je moet concurreren in de Premier League. En daar hoort Ajax nu natuurlijk ook bij. Feyenoord heeft in het algemeen gewoon een heel sterk team. Maar ik wil toch op zoek gaan naar een nieuw centraal aanvallende middenvelder. Ik denk als we daar een nieuwe ster neerzetten dat hij het hele team kan draaien. En aangezien we 5 seizoenen hebben wil ik op zoek gaan naar talent. Arda Güler is bijvoorbeeld een optie. Maar ik wil gaan voor Thiago Almada. En die weten we binnen te halen voor 53 miljoen. En nu Almada bij Feyenoord speelt, betekent dat dus ook dat we hem niet meer mogen halen zodra we met Ajax gaan spelen. We moeten dan op zoek naar nieuwe talenten. En voor nu was dit ook de enige transfer die we dit seizoen mochten maken. Heel eerlijk gezegd hoop ik gewoon dat dit team een trofee kan winnen dit jaar. Laten we simuleren naar het einde van seizoen 1. Het is juni 2024. En dat betekent het einde van het seizoen. Ons team is lekker aan het groeien. Als ik dit team zie, ik heb nog steeds niks te klagen. Het wordt alleen maar beter en beter. Maar toch wil ik volgend jaar op zoek naar een nieuwe centerback. Want Trauner is oud aan het worden. Feyenoord is 13e geworden in de Premier League. En Ajax 15e. In de FA Cup zijn we ook nergens te bekennen. Misschien een Carabao Cup, maar nee, zoals daar, nee. Nergens. En dit jaar deden we ook niet mee aan Europees voetbal. Dus dit was het seizoen alweer. Een triest eerste seizoen zonder trofeeën. Snel op naar de volgende. Seizoen 2 en ons budget is verhoogd naar 80 miljoen. Ik denk dat we daar wel een goede centerback voor binnen kunnen halen. Ik heb een aantal opties. En we kunnen voor de jonge talenten gaan. Maar we hebben maar 5 seizoenen. Nu nog maar 4. Sven Botman is misschien wel mijn favoriete keus. Maar ik heb ook nog Upamecano staan. Dat echt een hele sterke centerback is. En ook Mickey van de Ven en Niklas waren 2 van mijn opties. Maar ik denk dat ik het al weet. Ik denk dat ik wil gaan voor Sven Botman. Tegen de tijd dat we klaar zijn met Feyenoord is hij 28. En dan kan hij misschien wel zijn maximale potentie gehaald hebben. Laten we kijken of we 70 miljoen neertikken. Of ze dan niet boos weglopen. Dat is wel iets boven ons budget. Misschien willen ze Trauner erbij. Dat zal wel wat schelen. En dan 72 miljoen. Laten we dat eens proberen. 72,5 miljoen. Dat accepteren ze. Oké. En Botman zelf was ook snel overtuigd. En dus halen we Botman binnen voor 72,5 miljoen. En Trauner. Dat is een flinke upgrade als je het aan mij vraagt. Dat is de enige transfer die we konden doen. Dus laten we simuleren naar het einde van het seizoen. Einde van seizoen 2. En zo te zien was Botman een matige investering. Moet ik zeggen, hij heeft wel elke wedstrijd gespeeld. Dus dat is top. Het team is in ieder geval lekker aan het groeien. Maar we zijn pas 7e in de Premier League. Nog lang geen Europees voetbal. Ajax staat 9e. We worden uitgeschakeld in ronde 4 van de FA Cup door Luton Town. En hier zijn we helemaal nergens te vinden. Wat gebeurt hier? We deden dit jaar niet mee aan Europese competities. Dus nogmaals een seizoen zonder trofeeën, maar ons team wordt wel beter en beter, dus we komen ook dichter en dichterbij. Seizoen 3 en dit jaar wil ik gaan voor een nieuwe linksbuiten. Ivanušec maakt het gewoon niet waar, tot nu toe. Althans, we kunnen Stengs op rechts spelen en Paixão op links. Dat zou een optie zijn. Ik denk dat dat slimmer is en dan Timber vervangen, want op een of andere manier groeit hij ook niet. Dus eerst bouwen we Stengs even om naar een rechtsbuiten. En nu gaan we op zoek naar een center mid voor 92 miljoen. Dat is echt heel veel geld. En waarom voor die laatste 2 jaar niet iemand halen met Premier League ervaring? Bernardo Silva. En het is ook nog eens zijn laatste jaar bij Real Madrid. Dus voor 71 miljoen kunnen we hem binnenhalen. Enige probleem, zijn salaris is echt gigantisch duur. Dus ik hoop dat we dat kunnen betalen. Oh, hij gaat in één keer akkoord. Oké, Bernardo Silva, welkom bij Feyenoord. Ik weet dat Bernardo Silva oud is, maar hij gaat echt nog wel 2 jaar mee. En dit is zo'n grote upgrade. Met Bernardo Silva aan ons team laten we simuleren naar het einde van het 3e seizoen. We hebben al zo'n goed team opgebouwd. Oprecht. Maar waarom heeft iedereen minnetjes? In ieder geval, Sven Botman is al 88 algemeen. En ook Thiago Almada 85. En we hebben ook een aantal Feyenoorders die meegroeien. Jiménez 84. Paixão 84. Geertruida 83. Wat hebben ze net gedaan dit seizoen? Paixão, topscorer van Feyenoord met 18 doelpunten. Stengs, dat is echt een hele goede zet geweest om Stengs gaat spelen. 13 doelpunten, 14 assisten. Hij laat het zien. Ook al is hij de laagste in ons team, hij mag nog wel een seizoen proberen. Hoe hebben we het gedaan in de Premier League? Wij zijn 10e. Waar is Ajax? 6e? Even onderzoek doen. Hoe ziet dat Ajax-team eruit? Want hoe kan dit team met zulke spelers zo hoog eindigen?
Ze hebben Gabri Veiga. Goed, geen Premier League dus. Maar misschien een andere beker? Nee. Carabao Cup. Oh, we finale verliezen. Oh, dat had het eerste bekertje kunnen zijn. Oh. Zo dichtbij. Maar zo ver weg. Volgend seizoen nog een kans. We zijn al meer dan 3 seizoenen bezig en we hebben nog steeds geen trofeeën. En voor zo'n team is dat echt onacceptabel. Ik denk dat ik het weet. We moeten op zoek naar een nieuwe keeper. En met 80 miljoen moeten we toch wel echt een goede keeper binnen kunnen halen. Ik bedoel, keepers kosten nooit zoveel. 90 reden Courtois kost 20 miljoen. Maar ik wil gaan voor Mike Maignan. Want we moeten nog 2 seizoenen, dus dit is de optie. Voor 75 miljoen mogen we hem toevoegen aan ons team. Een flinke upgrade en dat zorgt ook voor diepte op onze bank. Dit jaar moeten we toch hoger kunnen eindigen dan 10e. Dat is weer alles wat we mogen doen dit seizoen, dus laten we simuleren naar het einde van het seizoen. Het is al 2027 en wauw, ons team. Iedereen heeft ook plusjes, dit is een goed teken. Kom op, dit jaar moeten we een prijs winnen. Almada is wel geblesseerd, maar Jiménez is gewoon 87. Bernardo Silva, ook al is die oud, hij is gegroeid naar een 90. Maignan was zo te zien echt een hele goede investering. Santiago Jiménez, 34 keer gescoord dit seizoen. Hij is gewoon topscorer van de Premier League. Boven Haaland, boven Jackson, boven iedereen is het Santiago Jiménez. Daarvoor komen we niet. Ajax 8e, Feyenoord 5e. Het is Europees voetbal. De FA Cup winnen we. We hebben onze eerste prijs binnen. Kom op, Feyenoord. Geen Carabao Cup. Oh, hier. 1-0 verloren van Luton Town. Volgens mij zijn dat onze aardrivalen. De eerste prijs in Engeland is binnen. En we doen mee aan Europees voetbal voor het laatste seizoen. Laten we er een goeie van maken. Het laatste seizoen is ingegaan. Almada was geblesseerd met een gebroken scheenbeen, maar hij is terug over 11 dagen. Dat is belangrijk, want we hebben hem dit seizoen echt nodig. Voor het laatste seizoen wil ik eigenlijk op zoek gaan naar een nieuwe linksback. En het lijkt mij dat we een gigantisch budget hebben natuurlijk, aangezien we hoog zijn geëindigd en een prijs hebben gewonnen. Theo Hernandez dan. Die halen we binnen voor 100 miljoen. Theo Hernandez, wat een upgrade. Tot nu toe hebben we 1 trofee. Laten we kijken of we dat kunnen verdubbelen in het laatste seizoen. Het einde van het allerlaatste seizoen. Het is juni 2028. 5 jaar Feyenoord. En dit is wat we hebben opgebouwd. Wauw. Jiménez is 91. Paik Sao is 90. Zelfs Stengs is doorgegroeid tot een 86 rated speler. Jiménez scoort weer 30 doelpunten in een seizoen. Echt bizar. Daar komen jullie niet voor. We komen voor de Premier League. We zien Ajax op nummer 10. Maar waar staan wij? Liverpool. Ik zie United. Feyenoord wint de Premier League. Dat is trofee nummer 2. Community Shield winnen we ook. Trofee nummer 3. Geen FA. Crystal Palace 8-7 na strafschoppen. Oké, Crystal Palace. Carabao Cup. Oh, Ajax won die bijna. Maar het is United geworden. En we deden mee aan de Europa League. Maar we zijn 4e geworden in de groep. 3 prijzen in het laatste seizoen. Plus die ene die we hadden. 4 prijzen voor 5 seizoenen voor Feyenoord in Engeland. Dat is echt... Dat is best wel goed. Nu is het tijd om Ajax over te nemen. Daar zijn we terug in de tijd en bij Ajax. Om het gelijk te maken zijn we gewoon weer in 2023 en is dit ons team. We gaan natuurlijk weer proberen te concurreren voor die Premier League. En Ajax, ja, ik weet niet. Feyenoord had gewoon een betere team en een hoger budget. Ik heb even het best mogelijke team neergezet dat we hebben. En ik denk dat we echt op zoek gaan naar een centerback. We kunnen geen hoge spelers betalen, dus laten we gaan voor Mickey van de Ven. Die weten we binnen te halen voor 35 miljoen. Een flinke upgrade over Medic en nu gewoon hopen dat hij doorgroeit. En dat Hato ook een beetje doorgroeit, want... Ja, dat hebben we echt nodig. Juni 2024, het einde van seizoen 1. En ons team, het ziet er toch positief uit met al die plusjes, laten we eerlijk zijn. Wat hebben we kunnen doen in de Premier League? 13e, Feyenoord 10e. In de FA Cup hebben we de halve finale bereikt en toen de finale onderuit gegaan tegen Arsenal. Carabao Cup heeft Feyenoord halve finale bereikt. Waar zijn wij? Hallo? Oh. Daar. Geen goed seizoen het eerste seizoen, maar wel een hele belangrijke. Want iedereen is aan het groeien. Behalve Jordan Henderson. Maar hij is gewoon oud. En volgend seizoen wil ik dan ook op zoek gaan naar een vervanger voor Jordan Henderson. Seizoen 2, een nieuwe middenvelder nodig. We kunnen dus niet Thiago Almada halen. Maar met 65 miljoen kunnen we wel gaan voor Teun Koopmeinders. En die gaat heel snel akkoord. En dus halen we Teun Koopmeinders binnen voor 33 miljoen. En daarmee simuleren we naar het einde van het seizoen. Einde seizoen 2, we zijn 11e geworden in de Premier League. Ik hoop dat we de bekers beter hebben kunnen doen. Geen FA Cup. En ook geen Carabao Cup. Ons team is wel weer aan het groeien. Het is nou niet per se heel goed. En volgend jaar gaat Steven Berghuis ons verlaten. Dus we moeten een vervanger gaan zoeken. Bergwijn is de topscorer van Ajax. Ik denk dat het lastiger is met Ajax dan met Feyenoord. Laten we proberen gewoon er zoveel mogelijk uit te halen. Op naar volgend seizoen. Seizoen 3. Berghuis is er vandoor gegaan. Dat betekent dat we met spoed op zoek moeten naar een nieuwe rechtsbuiten. Voor 73 miljoen wordt dat nog best een pittige opdracht. Maar ik denk dat ik het al weet. Cole Palmer...
Waarom niet? Hij gaat helemaal los in de Premier League op dit moment. En dus halen we Cole Palmer binnen voor 65 miljoen. Ik ben benieuwd wat Ajax dit jaar kan bereiken. Het ziet er al beter uit dan twee seizoenen terug. Laten we simuleren naar het einde van seizoen 3. Het is alweer het einde van het derde seizoen. En wat gaat de video ontzettend hard. Dit is hoe ons team eruit ziet. Iedereen is nog steeds aan het groeien en... Koopmijners is zelfs al 86, dus dat was een goede aankoop. We zijn derde geworden dit seizoen. Dat is echt bizar hoog. En dat betekent ook Europees voetbal. En dat terwijl Feyenoord moet vechten voor degradatie. Dat is echt een flink verschil. De FA Cup de halve finale bereikt en toen uitgeschakeld tegen Liverpool. En in de Carabao Cup ronde 4 ook uitgeschakeld door Liverpool. Hij begint er al steeds meer op te lijken. We zijn er nog niet, maar volgend seizoen kan een hele belangrijke worden. Seizoen 4 en ons team gaat er steeds beter en beter uitzien. En dit jaar wil ik Van der Bomen vervangen, want hij is al 30 jaar oud. En daarvoor krijgen we 150 miljoen. Dus we mogen flink investeren. En waarom niet? Ik wil Frenkie de Jong terughalen naar Amsterdam. En zo te zien kan Frenkie ook niet wachten om terug te keren. Voor 120 miljoen komt hij namelijk weer terug. En met Frenkie terug in ons team is het tijd om te simuleren naar het einde van seizoen 4. Het einde van het vierde seizoen. Dit is ons team en ik ben benieuwd hoeveel impact Frenkie de Jong heeft gehad op dit team. Dit jaar deden we niet alleen mee in de Premier League, maar ook in de Champions League. En we moeten nu echt prijzen gaan winnen. We worden tweede achter Chelsea. Oh. Geen Premier League. Wel een FA Cup. Nee. Carabao Cup. Ja, die wel. Oké, we hebben de eerste prijs winnen. Dat is precies hoe het ging bij Feyenoord. Die pakte eerst 1 prijs, toen nog 3. We gaan door de groep heen in de Champions League. We verliezen van Inter. Nee, we winnen van Inter. Oké. We verliezen van City in de kwartfinale. Dat was ook wel een pittige wedstrijd. Hey, toch een eerste trofee. Wel met een team waarvan ik het niet had verwacht. Volgend seizoen wil ik op zoek gaan naar een nieuwe rechtsback om Rens te vervangen. Het laatste seizoen is ingegaan. En alles kan gebeuren. Kijk naar Feyenoord die vorig jaar ineens 3 trofeeën pakt in de laatste seizoen. Ik ben benieuwd of Ajax dat na kan doen. 176 miljoen om een nieuwe rightback binnen te halen. Nou, er is er maar 1. Trent Alexander-Arnold. En hem halen we binnen voor 120 miljoen. Ons team is klaar. Alexander-Arnold, ja, die maakt het gewoon een stuk beter. Het laatste jaar doen we niet alleen mee in de Premier League. Maar we kunnen het niet zien, maar ook in de Champions League. Laten we simuleren naar het einde van het allerlaatste seizoen. Het is juni 2028. Dat betekent dat de laatste seizoen voorbij is. Dit is het uiteindelijke team. Voordat we gaan kijken, wie is de topscorer? Cole Palmer met 17 doelpunten samen met Bergwijn. Frenkie levert wel. 13 doelpunten, 14 assists. 3 trofeeën wat we moeten overtreffen. Feyenoord is wel gebleven in de Premier League, maar eindigen nu weer 17e. Dus Ajax wordt 8e. Dat is geen prijs. FA Cup winnen we wel. Carabao Cup, oh, die winnen we ook niet. We gaan wel door in de Champions League groep. Maar we verliezen 6-5 van AC Milan. En dus eindigt Ajax met 2 trofeeën en Feyenoord met 4. Maar voordat we af gaan sluiten, de giveaway is bekendgemaakt. Wie wint het Nederlands tenue? Het is Thomas de Roost. Sterker nog, hij heeft hem al binnen. Hier heb je wat foto's. En Thomas en iedereen überhaupt, bedankt voor het meedoen. En als we 70.000 abonnees aantikken, dan doe ik nog zo'n giveaway. Dus abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. En klik hier als je nog een video wil kijken.